Goedemiddag zeg. Gaan we doen? We gaan naar Mysteryland vandaag. Dus ja, het is ja, het gaat wel wat worden. Ik hoop dat het weer ook een beetje meewerkt. Dus we zijn hier in de Gizmo Home. En we gaan even knallen vandaag. Even kijken wat wordt. En ja, we gaan zo vertrekken, zou ik zeggen. Ik ging altijd naar buurtfeesten. Waardoor ik al snel werd geobsedeerd door de muziek. Vond ik altijd al leuk. Altijd al, sinds ik klein was. En als ik niet op straat was, was ik thuis. Ik had al heel vroeg, als klein jochie, had ik al een installatie. Dat had ik al bij elkaar gespaard met bijvoorbeeld bierblikjes verkopen, voetbalwedstrijden, dat soort dingen. Alle manieren om maar geld te verzamelen, had ik dus een stereo gekocht. En toen waren er nog niet eens maxi-singles, waren er alleen maar singeltjes in principe die tijd. Nou, het was ongeveer in, pak een beetje, 76 tot 78. Was ik 10 of 12. En niet lang daarna draaide ik elke week in buurthuizen. En zo raakte ik, zeg maar, verslaafd aan muziek. En niet lang daarna draaide ik al in buurthuizen. Het is natuurlijk een uitvinding van de eeuw, dat er niet meer te sjouwen, dus het wordt een roller. Uitvoering. Ja. Pas als het goed is. Precies in. Hebben jullie ze erin gehaald? Ja. Okay. Zo, hiermee gaan we rijden. Zo naar Mysteryland. Oké, top! Zo'n disco-meubel, zelf in elkaar gebouwd, geverfd, lichten ingebouwd. En we hadden een versterker met twee boksen en een rij lichtjes. Dat was het. En we hadden draaitafels, mengpaneel natuurlijk, koptelefoon en platen en een busje. En dan een van de broers van die vrienden waarmee ik het deed, die had dus een rijbewijs en die reed ons ook alweer. Nou, verdienden we, weet ik veel, een paar honderd gulden met z'n allen. Nou, hield je bijna niks over, maar daar ging het niet om. Het ging meer om dat wij daar elke week stonden en om bekendheid te krijgen. Beetje moeilijk te omschrijven. Ja, ik ben een DJ die altijd risico's neemt. Ik bedoel, ik gooi een plaat op en soms gooi ik hem erin zonder te checken. Dus, en binnen nooit dan staat hij strak. Dus ik denk dat je er wel wat aan hebt. Dat je zeg maar al heel vroeg en zelf geleerd hebt. Ik heb natuurlijk wel mijn idolen gehad. Alex van Oosterom, Robin Albers en Ferry Maat waren mijn idolen. En Ben Liebrand, logisch. Die waren mijn voorlopers weer. En ja, daar heb ik best wel wat aan gehad. En, voor mij is niks te gek, dus voor mij is niks onmogelijk qua mix. We zijn hier nu in Den Haag en ik ga nu even de studio, CQ, zolderkamer, CQ, werkkamer, binnen van DJ Gizmo. Werk heel af en toe hebben ze heel af en toe mee samen hoor, ik weet niet, maar ik bedoel, hè? Jullie weten meer dan ik. We gaan kijken. Oké, okay, komt hier. Oké dan. Nou, wat is dit? Straat op een plaat, sorry. Oh ja, komt er op elkaar niet. Oké. Wat is dit? Wachtkamer, nee, zit er niet. Het is wel plakkaal, dus. Zo, pak Harry. Wat is het verschil tussen een tijdschurk en een schijtturk? Oké, nou, een nieuw spel erin. Dit is zelf bezig naar. Ja, dit. Wat gaan we nu doen? Oké, we gaan door. Druk, hoor. De wondermachine. Jullie wonka en chocolade. Hetzelfde Gizmo en Gizmo in de studio.
Als je meedraaide, ging die woeit. Dat was echt lachen. Dat was echt. Je kon er wel mee mixen, maar je moest er heel anders mee werken. Dus tegenhouden en meedraaien kon niet. Je moest, ja, dat kon wel. Dat moest heel voorzichtig, zodat je het niet hoorde. En dan moest je er dan aan het knopje draaien voor plus en min. Dat was echt. Als je me na twee van die draaitalen zou geven, zou ik er niet eens mee kunnen mixen. Tenminste, dat zou heel, heel lang gaan duren. Disco-plaatjes eigenlijk. Op die clubhuizen was toen Aretha Franklin en wel top 40 hitjes ook. En James Brown en dat soort dingen. Ik was wel richting de soul, funk en soul altijd. Tenminste toen al. Zo ben ik eigenlijk wel begonnen. Dus niet in de rockplaatjes. Ik hield wel van de Rolling Stones bijvoorbeeld. Een paar plaatjes. Miss You was een toppetje toen ik op school zat. Die singeltjes heb ik nog steeds ergens. En, maar het was voornamelijk soul funk muziek. En daarna disco natuurlijk. Ja, dat kan ik me wel herinneren. Dat is 1988 in de Metropool in Zaandam. Want ik draaide daar met Erik Kie elk weekend. Want daarvoor had ik nog in de Bebop gedraaid, in de Bios Amsterdam. En later kom ik terug. En daarvoor is het nog in de Ludwig in Rotterdam. En die periode na Amsterdam, Bebop en Bios, kan ik nog volgen. kwam ik dus terecht in de Metropool Zaandam. Dat was een hele nieuwe discotheek, net nieuw neergezet. En zochten ze DJ's voor. En zodoende kwam ik daar terecht, omdat... Een vriend van mij was baas in de discotheek in Noordwijk, waar ik ook nog gedraaid heb. Die werd dus daar bedrijfsleider, dus hij neemde mij mee naar de Metropool. En daar draaide ik met Erik hier. En Urik was de manager zeg maar, van het DJ-team. En nog een paar jongens. En wij draaiden dus voornamelijk swingbeat. En weet je wel, Jesse Jeff en De La Soul, dat soort dingen. Swingbeat, gewoon echte swingbeat. En het was echt elk weekend helemaal top. En... 88 kwam de beatclub daar met Acid Face the House. We draaiden wel wat house, maar ja, swingbeat was eigenlijk onze mainstream. Wat we echt heel veel draaiden. We draaiden nog niet zoveel house. En dat was de eerste keer dat ik in aanraking kwam. En toen vond ik het wel, in het begin heel vaag, maar daarna vond ik het wel leuk. Ik vond het heel duister allemaal en bleeps en blaps en ja. Dus echt de house in. En maar dan in de breedste zin van het woord natuurlijk. Kan alles zijn. Acid house, hip house. Nou, je had gewoon een mellow house. Dat was toen, dat noemden we mellow house. Heel raar. En daarna kwam de old school en de rest. Dus vandaar. Ik kwam daar DJ Rob tegen en Ludie is nu een MC, maar er was ook DJ.